Provinciaal inpassingsplan ziet er goed door Timmert uit. En de complimenten die zijn uitgedeeld, die deelt het CDA. Maar dit gaat uit van... Hallo, ik ben Nina van het Prinses College Kastikum. Ik heb een aantal vragen voor u. Wat vindt u van het homohuwelijk? Wat vind ik van het homohuwelijk? Ja. Ja, ik vind het fantastisch dat we dat in Nederland hebben. En volgens mij moeten we dat ook precies zo houden zoals het nu is. En dan heb ik nog een vraag. Wat is je grootste blooper? Mijn grootste blooper? Ja. Ja, je hebt wel eens dat je in een vergadering zit en dat je dan gewoon niet zit op te letten. En dat het dan echt vele malen later nog een keer terugkomt. En dan zegt, oh, maar ik was eigenlijk tegen of zo. En dan moet iedereen lachen. Dus ja, dat heb je altijd wel. En er zijn natuurlijk nog veel meer bloopers, maar die ga ik niet allemaal vertellen. En heeft u ooit wel eens vroeger een jointje gerookt? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Van het CDA zijn daar ook niet zo voor. Het zou ook raar zijn als ik dat wel heb gedaan. Ja. Ik heb ook helemaal geen behoefte om dat te doen. Okay. En waarom bent u in deze politiek gegaan? Ja, omdat ik het heel mooi vind om iets te doen voor andere mensen, of voor jongeren, voor scholen, voor cultuur, voor wegen. En de provincie is best wel een belangrijke overheidslaag. Een van onze belangrijkste punten is bijvoorbeeld woningbouw. We willen echt veel meer betaalbare woningen. Vooral voor jongeren die heel moeilijk hun eigen eerste woning kunnen huren of kunnen kopen. Ja, en dat kan je in de politiek voor elkaar krijgen. En dat vind ik heel erg gaaf. Kunt u nog een keer uitleggen wat er net allemaal is verteld? We hebben net het begin van onze vergadering gehad. En daarin zijn een aantal procedurele dingen geweest, maar ook een aantal moties ingediend. Bijvoorbeeld een motie die vraagt om het fietstunnel onder een weg. En eind van de vergadering gaan we met elkaar stemmen of we het een goed idee vinden dat daar een fietstunnel komt of niet. En wat is een motie precies? Ja, een motie is een politiek instrument. Ze gebruiken het ook in de gemeenteraad en in de Tweede Kamer. En een motie is eigenlijk een stuk papier waar je opschrijft wat je wil. En vervolgens zitten we met 55 statenleden. Kunnen we over die motie stemmen. En als de helft van de mensen dat ook wil, dan stemmen ze dus voor die motie. En dan gaat het ook gebeuren. En nog een paar vragen. Wat doet u naast uw werk in de politiek? Ja, ik werk hier in de Staten en dat kost ongeveer 20 uur in de week. En ik werk daarnaast bij het Verbond van Verzekeraars. Dit is een organisatie die zich inzet voor schade- en levensverzekeraars in Nederland. En dat doe ik ook nog 36 uur. En van wat voor muziek houdt u? Ja, eigenlijk van allerlei muziek. Ik ben echt iemand die gewoon naar de radio luistert en dan maar een beetje ziet wat er langskomt. Maar ik vind Bruce Springsteen, U2, dat is wel iets wat ik graag opzet. Oké. Okay. En wat vindt u van de jeugd van tegenwoordig? Nou ja, ik hoop daar zelf. Ik ben inmiddels 30, dus ik hoor daar niet meer echt bij. Maar volgens mij hartstikke goed. Iedere jeugd heeft zijn eigen doel en zijn eigen vakken. Maar ik vind daar niet iets speciaals van of zo. Dank u wel.